staan hier voor de Flevolandstal. Hierachter worden 140 koeien gehouden. En hun focus ligt op smart farming en onderzoek. Met name veevoedingsonderzoek. Studenten leren hier niet alleen praktische vaardigheden, maar een aantal studenten doen hier juist ondernemen. Ze zijn verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering om veel meer feeling te krijgen met de praktijk en zelf de verantwoordelijkheid dragen. Ik woon en werk op Eres Farms. Samen met 3 andere studenten zijn wij mede verantwoordelijk voor wat er gebeurt op het melkveebedrijf. Hier leer je hoe het is om op een boerderij te wonen, of je leert als boerenzoon of dochter dat er ook andere manieren van werken zijn dan hoe het thuis gedaan wordt. Hartstikke leerzaam. Studenten komen hier voor de sfeer, de kwaliteit en de praktijkgerichtheid. Dat zien ze hier terug in praktijklessen, ze zien het in experimenten, in toegepast onderzoek, in ondernemen. Als voorbeeld hebben ze bijvoorbeeld een praktijkles over veevoeding. Daarvan maken ze gebruik van een schutbox, ze maken gebruik van een kostentester. Ze krijgen informatie over het rantsoen qua deeltjesgrootte, qua droge stof. En daarmee stellen ze een rantsoen samen. Ze gebruiken die data voor statistische analyses, ze gebruiken die data voor bedrijfsanalyses. En zo wordt het toegepast in het onderwijs. Per proef werken meerdere studenten mee aan de gegevensverzameling. Zij worden allemaal ook weer begeleid vanuit Farmers en vanuit de school. De Flevolandstal heeft voor mij als meerwaarde dat de studie niet alleen uit theorie bestaat. In het eerste jaar heb je elke week 1 dag de praktijkles, waarin je tussen de koeien staat en alle basisaspecten bespreekt. In het tweede en derde jaar kun je in de stal diverse opdrachten en onderzoeken uitvoeren. Je mag altijd naar binnen lopen als je maar goed en netjes met de dieren en spullen omgaat.